Hi, hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van Leeuw. Lieve Leeuw, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Hè? Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde energie. Ik heb hier onderop al de doodkaart. Oké. Kan zijn dat jij door een transformatie heen gaat, dat er ergens een einde is. Of in ieder geval iets mag getransformeerd worden. De peets van zwaarden. Als uitdaging. Oké, ben jij nieuwsgierig of ben je op onderzoek uit? Kan zijn dat je jezelf aan het ontwikkelen bent. Of het is de bedoeling dat je meer op details mag gaan letten ergens in. Het kan ook een persoon zijn, let wel natuurlijk. De 7 van Pentakels, oké. Dus in het verleden zie ik een soort van groei. Oeps, heel veel zijn dit. Ik ga het even terug doen. Oké, dus in het verleden heb je bepaalde zaadjes geplant. En je wacht eigenlijk op resultaat. Of misschien dat het resultaat er al is. Maar ik zie een soort van groei. Oké, wat mag dat zijn? Wat mag ik nog meer ontvangen? De 8 van staven. Oké, communicatie. Wacht jij op communicatie? Oké. Oeps, heel veel. De aas van bekers, de 8 van zwaarden. De 2 van bekers zelfs, de 10 van zwaarden en conflict. Oké. Ga even terug doen. Maar er komt nog communicatie aan voor sommigen. Er is al communicatie gaande. Snelle energie. Zie, snelle movement. Veel passie ook. Met de duivel. Oké, onzekerheid. Waar ben je onzeker over? Ja, toch de doodkaart. Zie. Iemand zoekt bepaalde antwoorden. Je kan te maken hebben met een luchtenergie. Dat kan zijn tweeling, waterman of weegschaal. In ieder geval zie ik een soort van iemand zoekt bepaalde helderheid. Het kan ook jouw energie zijn. Dit is een koele energie. Dat is iemand die analytisch is, logisch nadenkt, maar als het om het hart aangaat, iemand die heel wijs is ook, maar wat ik voel is dat deze persoon een beetje koeltjes is, of misschien ben jij het, misschien hou je iemand op afstand, maar wat ik wel zie, een soort waarheid, en daarna eigenlijk een transformatie, of dit nu een eind is met die persoon, of het is een vernieuwend iets, want wedergeboorte is, of de dood en wedergeboorte, dus het kan ook zijn dat er iets weer tot bloei wordt gebracht. Ja, kijk, de Hangman, oké. Er is een soort van stilstand of iemand heeft een ander inzicht gekregen, lijkt het wel. Hij ligt in de toekomst, maar wat ik voel is dat iemand een bepaald inzicht heeft gekregen. Ik zie ook een soort ster, dus iemand wenst iets of iemand zit vast of iemand komt uit stagnatie. Ja, de Empress, wauw. Iemand zit iemand als de Empress. De Empress zijn alle koninginnen in één. Ik zie deze persoon daar naartoe kijken. Dus het kan goed zijn dat jij iemand ziet als de Empress. Of dat iemand jou ziet als de Empress. In ieder geval is de Empress een hele mooie kaart. Want het zegt iets over iemand die heel wijs is. Iemand die veel heeft meegemaakt. Al vele cycles heeft meegemaakt. En ja, haarzelf lief heeft. Weet hoe ze bepaalde dingen moet oplossen. Ik zie hier nog de maan, de 4 van munten en de 5 van bekers. Iemand is heel erg getreurd en houdt zijn of haar gevoel vast. Ben jij dit? Ben jij onzeker? Durf jij niet naar je gevoel te gaan en je te openen? Ben je bang dat je teleurgesteld wordt? Of ben je al teleurgesteld geweest in het verleden? En durf je daarom eigenlijk bepaalde onzekerheden of bepaalde gevoelens niet te voelen? Oké. De 9 van Pentakels, de hoge priesteres en de zon. Wauw. Ja, iemand of jij of iemand ziet iemand als de zon. De prachtigste kaart van het rouw. Iemand heeft al een onderbuikgevoel. Het kan zijn dat iemand single is, dat iemand happy is. Gewoon blij met zichzelf of misschien dat jij dat bent. Maar er is een spirituele connectie wat iemand heel gelukkig maakt. Maar misschien wil iemand ook onafhankelijk zijn. Dus ja, dat kan soms lastig zijn natuurlijk, maar ik zie wel dat iemand heel goed met centjes is en ja, heel erg een diepe verbinding. Iemand voelt dit. Of jij dit nu bent of een persoon, maar iemand heeft heel veel liefde. Oké, ga eens kijken. Ook nog de koning van bekers en de 7 van zwaard. Dus er kunnen bepaalde geheimen zijn geweest of bepaalde onzekerheden. Ga eens kijken, wat is die schildknaap van zwaarden? De 8 van munt. Het kan zijn dat jij bezig bent omdat je het lastig vindt je te concentreren op je werk. Of op iets waar je je focus op moet leggen. En ik zie dat je dat een beetje lastig vindt omdat het een uitdaging is. Dus het kan zijn dat je je lastig kan focussen op het werk door deze situatie. Je probeert het wel, maar ja, weer de 4 van munten, de 6 van munten
9 van bekers en de 8 van zwaarden. Lieve Leeuw, zit jij zo in je hoofd? In ieder geval, wat mag ik nog meer weten over die page van zwaarden? Ja, de 6 van pentakels. Dus je zoekt een soort van balans, lijkt het wel. Het kan op financiën zijn, maar het kan ook in een connectie zijn. Maar het kan zijn dat de balans er wat uit is bij je. En dat je daardoor eigenlijk het lastig vindt om je te concentreren, wat ik al zei. Waar gaat die communicatie over? Want je wacht op groei. Of er komt groei aan. In ieder geval is spirit bezig met een plannetje. Of in ieder geval is er iets wat al in het verleden eigenlijk al is gezet. Ja, ik ga ze even terug doen. De wereld, oké. Een soort van communicatie kan gaan over onzekerheid weer. Of in ieder geval jaloezie. Iemand is aan het overdenken. Kunnen wat conflicten zijn geweest in de omgeving of met deze persoon? Of misschien met jezelf, dat je zelf te veel aan het overdenken bent? Wat mag ik nog meer ontvangen? Waar gaat die communicatie over? Oeps, de ster. Wauw. Ja, wat ik al zei. Ik zal me niks verbazen dat die ster eruit valt. Iemand ziet iemand als wisselfilmend en iemand gaat dit verklaren. Iemand zoekt de antwoorden. Waarschijnlijk zocht jij antwoorden. Misschien wilde je zeker van je zaak zijn. Maar er komt een soort van helderheid in. Iemand heeft vastgezeten en gaat nu eigenlijk iets verklaren. Ook zie ik een soort van heling. Dus het kan zijn dat deze connectie wordt geheeld met een persoon. Maar er komen antwoorden aan. Ja, iemand is iemand aan het manifesteren. Wie dat is, weet ik niet. Maar het kan best goed zijn dat jullie dat beide zijn. Maar iemand is aan het wensen. Wat mag ik weten over die koning van zwaarden en de doodkaart? Ja, iemand is teleurgesteld. En de 4, wauw, 4-4. Zoek het op. Iemand is teleurgesteld, maar iemand is niet tevreden. Iemand zoekt misschien dingen buiten zichzelf. Iemand ziet het niet. Iemand is teleurgesteld in de liefde. Maar dan zie ik de 4 van staven. En de 4 van staven zegt iets over passie. Het kan heel goed zijn dat het deze persoon is. Of je bent het zelf. Maar in ieder geval zie ik dat iemand passie wil aangaan. Emoties gaat tonen. Omdat er in het verleden eigenlijk geen geluk was. Of geen geluk wil ik niet zeggen. Maar niks vervulde eigenlijk. Wat mag ik weten over die doodkaart? Wauw, zag ik nou de lovers? Nee, 2 van staven. Dus koning van, ja, kijk, de 5 van cups en de koningin van staven. Er komt veel passie in de avontuur. Je kan ook te maken hebben met een ramleeuwboogschutter of je bent zelf de energie. Maar ik zie dat iemand uit treurnis komt. Het kan jij zijn of een persoon. Maar wat ik zie is dat er een soort van helderheid komt. Want ik heb hier de 4 en de 5 van cups. Maar de 5 van cups is omgekeerd. Dus het kan heel goed zijn dat jij uit een soort van treurnis gaat komen. Omdat er een soort van actie en avontuur komt. En daarmee eigenlijk oude karma stukken los gaat laten. Je hebt veel meegemaakt, Justus. Ja, wauw. Je gaat echt een bevrijding vinden. Iemand gaat zijn of haar hart openen. Want de 4 van pentakels ligt hier omgekeerd ook. En dat is wel mooi. Want dat betekent eigenlijk dat iemand zijn of haar hart gaat openen. Een bevrijding gaat vinden. Uit een soort van, ja, gevangenis lijkt het wel. Torenmoment, ja, heel snel en plotseling. Dus er kan heel snel iets op je pad gaan komen wat getransformeerd gaat worden. En dat kan dus met deze persoon zijn, met de Empress of de keizerin. Wordt het ook, ja, de 10 van cups en de 6 van zwaarden. Iemand wil samenwerken, iemand wil op rustig vaarwater komen in deze connectie. Of er komt iets aan waarbij jij op rustig vaarwater gaat komen. Met de 10 van munten betekent, of de 10 van bekers, betekent dat wel dat jij het allerhoogste geluk wil. Ja, kijk, en de magie. Dus iemand is iemand aan het manifesteren. Wat wel je heel gelukkig gaat maken is wat ik zie. Iemand zit op dezelfde level is eigenlijk wat ik zie. En wil eigenlijk met jou samen eigenlijk, ja, rust en liefde eigenlijk is wat ik zie. Ja, wanneer je deze wereld verlaat, neem je niets anders mee dan je ziel en de herinneringen die je hebt. Het is belangrijk om jezelf te koesteren. En waarschijnlijk is het ook iemand die waarschijnlijk overleden is, die jou deze boodschap wil geven. Dus je bent niet alleen. Dat is een beetje wat ik voel. Er is altijd iemand die over je waakt. En je mag misschien bepaalde dingen niet altijd begrijpen waarom sommige dingen gebeuren, maar alles heeft een hoger doel. Het is belangrijk om eigenlijk dit ook te voelen, zodat alle zegeningen eigenlijk ook op je pad komen. Wauw, supermooi. En deze, iemand wil echt een boodschap ook geven, eigenlijk wat ik voel eigenlijk van hierboven. Dus koester dat. Ik wens je al het goeds. Doeg!